Ja, we taxeren dus oldtimers, we taxeren youngtimers, we taxeren campers, motoren, we taxeren auto's voor de waarde economisch verkeer. Wat we ook vooral heel veel doen, en waar we echt in gespecialiseerd zijn, zijn BPM-taxaties. Dus auto's die van buitenland in Nederland ingevoerd worden, daar stellen we de dagwaarde van vast. En over die waarde, daar ga je BPM over betalen. En dat onderbouwen we in een rapport. Het doel van de BPM-taxatie is om zo min mogelijk BPM te betalen op een verantwoorde manier. En daar zijn wij voor. Het trek van zo'n BPM-taxatie is, wij gaan de auto opnemen. Nou, binnen een dag, hooguit twee dagen, ontvang je een rapportage van ons via de mail of via de post. En nou, het enige wat je dan hoeft te doen is naar de RDW toe. Daar lever je de papieren in en dan gaat het automatisch door naar de Belastingdienst. En heb je van de Belastingdienst akkoord, dan krijg je een betalingsbericht binnen met een kenmerk erin. Dat bedrag maak je over en dan krijg je het kenteken thuisgestuurd. Wij lopen een ronde omheen. We gaan eerst even de lakdikte gaan we even meten, kijken of we verschillen zien. Dan gaan we op elk deel wat we zien, gaan we aangeven wat we daar zien. We hebben bepaalde symbolen die we aangeven. Uitvoerig en alles wordt vastgelegd in de fotorapportage. En uiteindelijk dan ook in de schadecalculatie waar we aangeven van nou, dit moet er gebeuren. En dit is dan een gebruikspoor en de ander is een gebruiksschade. Schades die je niet direct aan de buitenkant kan zien zijn schades zeg maar, die in het verleden hebben plaatsgevonden. Dat zien we heel veel. Auto's hebben bijvoorbeeld schade in het buitenland gehad, zijn daar hersteld. Maar zijn meestal niet hersteld naar de maatstaven die wij in Nederland hanteren. En vaak mankementen hebben ze nog, kan echt heel duur zijn, koplampen. Als je bijzondere koplampen hebt, xenon adaptief of LED koplampen, ja, ben je zo 2.000, 3.000 euro ben je verder. En daar vergissen mensen zich wel in. Werk is heel erg divers. Je bent en commercieel bezig, maar je bent ook technisch bezig. En de combinatie commercieel-technisch samen met auto's maakt het werk zo leuk.